Hallo, ja, zeg, het is Germijn hier dus, hè. Ik ben dus naar een psycholoog geweest in het Antwerpse, zo'n jong ding. Ja, mijn accent is daardoor natuurlijk ook weer al anders, want ik ben nogal geneigd om mij aan te passen aan andere mensen. Dus dat is wat dat gaat horen vandaag. Maar dus, ik ga dus naar die psycholoog en ik vertel daartegen, madame, ik heb heel veel gedachten. Een hele hoop. En ik wil daar vanaf. Vertel het mij een keer. Hoe raak ik daar vanaf? Weet je wat hij tegen mij zei? Die zei tegen mij: ja, je gaat ze moeten loslaten. En ik doe bij mijn eigen alsof dat ik daarna nog niet geprobeerd heb om mijn gedachten los te laten. Om zo aan mijn eigen te verdringen dat ik die gedachten heb. Ik kan u vertellen, dat was het niet. Dus ja, daar was ik dan van teruggekomen. Ik had daar 65 euro aan betaald. Waar was ik na daarmee? Dus ik naar huis. Denk, Germain, neem de tijd om je gedachten los te laten. Maar ja, het eerste wat dat je dan moet weten is, maar waar zitten die? Als je ze moet loslaten, dan moet je ook weten waar dat ze naartoe zijn natuurlijk. En dan heb ik twee dingen ontdekt. Het eerste, echt waar. Die zitten niet stil. Die bewegen. Dat was wel interessant. Ik heb zo heel zwaar gedachten. Ja, die zaten dus eigenlijk zo bekend gelijk een slijm op mijn kop. Ja, ik wil daarmee zeggen, zo gelijk zo van die dingen die je zo uit van die dozen haalt, zo van die slijm, en dan zie je zo op je kop. Alsof dat ik niks anders dan meer kan zien. Dat heb ik wel ontdekt. Dus dat wil zeggen, als ik zwaar gedachten heb, zoals ik vind het allemaal moeilijk. Dan is dat zo precies, of dat als dat hier zit, dat ik niks anders niet meer kan zien dan alleen maar ik vind het moeilijk. Ja, ik dacht, ja, maar ja, die slaan, hoe haal ik die van mijn gezicht af? Weet je, dat loslaten, en stel ik heb die slijm van mijn kop gehaald, en dan zit ik er nog te kijken, en denk ik wil dat eigenlijk niet hebben, dus waar moet ik daar dan mee naartoe? Ik dacht, dat kind, dat snapt er allemaal helemaal niks van. Dus ik heb ervan gemokt, kan ik een zwaardere gedachte een beetje lichter maken? Slim wel, hè? Nou, wacht. Want het eerste wat ik dus dacht was, als ik dus een negatieve gedachte heb, dan kon ik daar iets positief tegenover zetten. En weet je wat dat er toen gebeurde? Dan was ik dus keiveel bezig met, dus ik heb een negatieve gedachte, ik moet die omdraaien, ik moet er iets positief van maken. Dat was nog meer gedachten, hè? Nog meer gedachten, hè? Ik denk. Dat gaat het niet willen, Germijn. Dat gaat het niet willen. Het gaat niet anders moeten willen. Dus toen heb ik gedacht, ik ga zo gelijk die cabaretier ook iets proberen. En in de oorsprong ben ik van de Limburg, dus ik heb gedacht, laat ik dat eens een keer proberen. Dus dan heb ik deze gedaan. Luister goed. Ja, ik vind het leven eigenlijk echt wel moeilijk. Ik vind het gewoon zwaar soms. Ja, ik vind het echt soms zwaar. En weet je wat er dan gebeurt? Ik zie gewoon niks anders niet meer als ik het leven zwaar vind. Ja, dan vind ik het leven helemaal zwaar. En dan heb ik gedacht, ja, weet je, ik heb een voorliefde in de Limburg voor Genk. Ik vind dat zo van pittige mannen. Dus toen heb ik gedacht, dat ga ik ook eens proberen. Dat klonk zo. Nee, ik vind het moeilijk, al die gedachten in mijn kop, joh. Het is gewoon moeilijk, het is gewoon zwaar. Voilà. Ja, ik dacht, ik deel het even, want mijn gedachten daardoor, die winnen van zo heel zwaar en moeilijk, gaan die plotseling zo toch een beetje zo gelijk een veerke, winnen die wat lichter. Voilà. Dus ik dacht, misschien is dat belangrijk dat ik dat deel met de wereld. Bij deze heb ik dat gedaan. Misschien wint jij ook een beetje gelukkiger, gelijk als ik ook. Allee, zeg, mannen. Tot de volgende keer, hè?